Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dankjewel. 33 jaar. Oud, hè? Jolien is 33. Ja, ze ga je dat vaak herhalen, want... Ja, 33 keer vandaag. Nee. Ja? Ik heb het nu al 2 keer gezegd. Ja. Hey Jules, mama is jarig, hè? We hebben daarnet al eens gezongen, hè? We werden wakker deze ochtend en toen hebben we als eerste gezongen. En Jules vond het heel grappig om te mogen zingen voor mama. Hè? Dat was leuk, hè? Je hebt flink doorgeslapen, hè? Mama was ook heel blij, hoor. Ja. We zitten in Turkije om deze verjaardag te vieren. Het is heel mooi weer, lekker warm. Net zoals alle afgelopen dagen eigenlijk ook. Dus we gaan er een leuke dag weer van maken. We weten nog niet precies wat we allemaal gaan doen, maar Jin die heeft een plannetje, denk ik. Ik heb al een paar dingetjes in mijn hoofd dat we misschien kunnen gaan doen. Voilà, Jin die heeft zo wat mogen van mij, alles mogen bedenken wat ze maar wilt om te doen op haar verjaardag. En ja, Jules en ik die gaan gewoon volgen. Ja. Dus, we laten ons een beetje verrassen en ik zal allemaal wel een beetje regelen zo, hè, als Jim mijn idee afkomt. En dan gaan we volgens mij wel een leuke dag hebben. Nu eerst, first things first. Breakfast. Breakfast. Is lekker? Mhm. Te mama. 33. Ja. En nog altijd veel te jong van geest. Het kind uithangen, dat ja. Ik. Maar, Jules, wat dat mama allemaal doet. Zie je dat? Dat mama allemaal doet. Dat is een beetje moe, hij wil er ook bij komen liggen, denk je. Ja, ja. Wat steekt die mama allemaal uit? Allee, het zal lukken, hè? Over een half. Zeg, uw bloedgat. Bloedgat? Ja, uw bloedgat. Maar... Ja, ik weet niet, ik zie een stuk van uw bil. Wat? Ja, daar? Nee, aan uw gat. Ja, uw kleed die trekt omhoog. Ja. Nu loop ik hier met hele grote 2 drieën. Want Jolien die is 33 dus. Ja, heb ik dat al verteld vandaag in de vlog? Dat je 33 jaar bent. Ja, dat was de 4e keer. Ja, ja. Oh ja. Dus maar dat iedereen het zeker weet, hè. Ja. Kijk, hier bij dit mooi speellandje zijn we nog niet eerder geweest. Nu dus wel. Heb je het gezien, Jules? Hij is moe, papa. Hij is moe, hè. Nu neven niet, zegt hij. We gaan de kidsclub, of het zwembad gedeelte hier eventjes ook links laten liggen. We gaan nog een foto maken met die grote 3. Dat hebben we net ook al gedaan aan de palmbomen hier in aan ons hotel. Maar dus nu ook op de steiger van het strand. Moe dat hij is, zeg. Voilà, de foto is gemaakt. Ik zal hem even laten zien. Dat is de palmboomfoto en dan nu de foto op de steiger. Persoonlijk vind ik de palmboomfoto mooier, maar Jane doet er zelf mee als ze wil. Ze kan hem posten op Instagram als ze nu wilt. We hebben de 33 hier achtergelaten op ons bed. En de poetsvrouwen hebben mooie zwaantjes gemaakt. Ja. En een hartje. Mooi, hè? Hey, ik vind dat wel. Vind ik ook. Mooi gedaan. En nu, wat wil je nu ook doen voor je verjaardag? Maar kiezen, hè? Eigenlijk zou ik nu zeggen een strandwandeling, maar onze Jules is momenteel aan het slapen. Ja? In de kinderwagen, dus nu heb ik besloten om toch maar eerst nog eventjes nog een pedicurebehandeling nog te laten doen. Laat je gaan. Dus, zeer goed. Met mijn nageltjes lakken en zo. Dan ga ik eerst nog wat andere schoenen aandoen. Ja? Dan heb ik sandalen aan, maar laat u maar een keer anders doe ik zijn zijn nagellak al plat. Dat is ook niet de bedoeling. Allee, gaat dan maar, hè? Yes. Je pedicure doen, haal met Jules naar binnen. Nee. Huh? Ja, waarom? Wel, maar... Ik ga bij Jules blijven, hoor. Ja. Ik ga met Jules hier in de bar iets drinken. Oké. Okay. Doei. Doei. Kijk eens naar mama's voeten. Staat een beetje in de schaduw. Wacht. Ja, zo. Hey. Mooi, hoor. Helemaal meer zacht, goed verzorgd, hè. Mm-hmm. Dat is leuk, hè. Goed zo. Voor de mannen van de cijfers en de vrouwen van de cijfers. 14-15. Wat, waarom lach je daar nu zo mee? Leuk. Ah ja, het mensen die daarom vragen, hoor. Dus voilà, kijk bij deze. Kamer 14-15. We moeten wel nog eens zeggen welk hotel dat we slapen, want anders... Tui Blue Palm Garden? Yes, ik zei de hele tijd al tegen iedereen op Instagram dat we Tui Blue Palm Beach zitten, maar dat is
Beach, het is Palm Garden. Ja, voilà. Ja, het is dus een gewone reis. Ja. Ja. Af en toe moet dan een keer gezegd worden, zou je er wel meer van genieten eigenlijk. Ik heb die gewonnen. Ja. Ja. Proficiat nog een keer, hè. Yes, dank je wel. Nee, we hebben dat speciaal laten plannen voor jouw verjaardag hier. Ja. En nu zijn we hier in het, ja, toch wel paradijs, want kijk eens hier. Hoe mooi aangelegde tuin dan ze hier hebben. Palmbomen. Het is hier mooi onderhouden, hè. Palmgarden, hè. Ah ja, de palmgarden, maar het is ook effectief zo, hoor. Ja. Je ziet hoeveel palmbomen hier staan. Man, oh man, oh man. Die passen niet in onze tuin, hoor. Nee. Nee, nog niet half. Zelfs zo'n kleintje zou nog niet gemakkelijk passen in onze tuin. We hebben er eentje. We hebben één palmboom, die zit in een pot. En onlangs zei, op het verjaardagsfeestje van Jolien, zei mijn opa tegen mij, zei die van, uw palmboom, moet je die niet om de zoveel tijd in een nieuwe pot steken? En ik zei, inderdaad, ja, maar, dus nu al zijn tweede pot. Ik zeg maar, in principe, hoe dat die het beste tot zijn recht komt, is eigenlijk in de volle grond. Ja, zegt hij, waar zou je dat steken? En dan begon ik rond te kijken, in ons tuintje. Geen plaats voor, hè. Dus ik zou iets anders moeten uitdoen om de palmboom te kunnen planten. Ja. Zijn pet. Jules. Hij heeft zijn pet laten vallen, dat deed je niet. Geen pet dan maar, hè. Ah ja. Gedaan met de pet. Jules met de pet. Dat is mooi, hoor. Ja, het is een oogjes te wrijven. Zo. Niet meer wegzien, hè. Kijk hier. Petje ophouden, Jules. Dus ja, als je ook dit hier allemaal ziet, dat is onze tuin. Niets bij vergeleken, hè. Nee. Dat is onze tuin maal 600, maal 1000. Nee. Misschien wel veel meer. Ja. Dat is fantastisch, hè. Ook leuk. En vooral allemaal onderhouden, hè. Yes. Dat zou thuis ook nog wel kunnen gebruiken. Ja, hey, moet je zoiets als een tuin hebben, dan is zeker een tuinman nog. Ik denk altijd aan mensen die dan een huis kopen met een grote tuin. Denk altijd, ja, heb je zelf veel werk gekocht, hè. Ja. Hey, je moet nu die een tuin onderhouden. Sommigen hebben ook nog een zwembad, hè. Dat moet je ook allemaal onderhouden. Of mensen kopen ook wel eens een boot. Dat is de slechtste koop ooit, eigenlijk. Ja. Hey, want dan, ook dat moet je enorm onderhouden. Dan denk ik altijd van ja, weet je, eigenlijk kun je beter, hè, gewoon een klein appartementje hebben, hè. Allee, beter. He, dus met een terrasje. En dan gewoon dichtbij een park. Oh, en ga naar het park waar je belastingen voor betaalt in principe. En ga daar dan genieten van het onderhoud die ze daar plegen. Ja, dat is waar. Voilà. Dat is waar, bij ons ook. We hebben eigenlijk ook maar een klein tuintje. Er staan wel heel veel planten in en zo. En het is ook vooral een functionele tuin. Het is een terras voor onze zaak. Maar wij zitten eigenlijk vlakbij een mooi park die ze hebben aangelegd onlangs nog. En dat onderhouden ze momenteel zeer erg goed. Ja. En dat is gewoon echt fijn, hè. En kijk eens hier, ken je deze plant? Ik heb het gisteren nog iets over gelezen. Met de P, toch? Ja, de officiële naam weet ik ook niet, maar dat zo noemen, dat is wel een papegaaienplant. Papegaaio. Dat is mooi, hè. Het is een bloem, hè. Ja. Een bloem die in de plant uitkomt, hè. Noordwest, november, december, februari, juni. Ik weet niet goed wat het wil zeggen. Ik ken het ook niet, wat spelletje dat hier kan spelen. Het zal wel iets betekenen, denk ik. Maar ik weet niet wat. En dan hier. Ah, oké. Okay. Aan de steen kun je dus blijkbaar zien wat weer dat wordt. Dus je moet daarvoor kijken. Steen is dry. Is de steen dry? Ja. Oké. Okay. It's not raining. Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, de steen is gone. Dat wil zeggen tornado. De stone is jumping up and down. Earthquake. En zie je twee stenen, dan moet je terug naar je kamer gaan. Dan is het tijd om te slapen, denk ik. En leuk ook voor de kinderen hier, hè. Zo blote voetenpad. Is dat een blote voetenpad? Ja. Allee. Ja, toch, hè. Eerst door het hooi en dan door deze dingen. Leuk, hè? Beetje spannend. Ik vind de hangmat leuk, toch? Hangmat is ook wel heel leuk, ja. En hier een heel speelparadijs, klimding. Volgens mij, ja, deze vloer is zo speciale mat. Waardoor dat als je er van afvalt, dat je dan niet zo heel veel pijn doet. Pingpongtafeltjes zie ik hier. Een klimmuur. Er is eigenlijk maar één ding dat ontbreekt. En dat is een fontein. Wie mij een beetje kent, die weet dat ik een fonteinliefhebber ben. En ja, ik heb hier nog geen enkele fontein gezien. Vind ik altijd spijtig, maar ja, voor de rest geen klagen, hè. Kijk eens hier. Jarige mama met onze kleine Jules op de trampoline. Is het leuk? Ja, joh. Mama zal nu gaan zitten, dan kan jij een beetje springen. Ja, spring maar, hè.
Hoi. Wat steek mama allemaal met jou uit, hè? Ik vind het wel heel plezant, hè? Ja, kijk papa zal een keer bij jullie springen. Oh-oh. Dan vliegen jullie wel in het rond. Tada. Goed gedaan, papa. Ja. Oh, zijn pet. Tjaka. Hallo allemaal. Ik ben Jules, zegt. Ik ben in vakantiemodus. We zijn even buiten ons hotel gegaan, een beetje gaan wandelen. Dit is het raarste wat ik ooit gezien heb. Huh? Dit lijkt wel een verlaten waterpark, maar als je goed luistert, hoor je muziek en water. Dit is het vreemdste wat ik al in jaren gezien heb. Wat betreft waterparken dan. Dit ziet er een hele brede buis uit, een hele leuke zelfs. Maar, als je dit ziet, dan lijkt het toch echt wel vergane glorie, hè? Vreemd allemaal. Ik wil het van dichterbij bekijken. Ik wil niet glijden, maar ik wil het wel zien. Ja, Jules is wakker geworden door de voorbijrijdende bus. De poorten zijn hoog, je kan er niet zomaar doorkijken. Je kan een beetje doorkijken, dan zie je wat hier en daar een stoeltje nog staan, een parasolletje. Je hoort ook muziek en water. Maar er is nog een waterpark, denk ik dan. Wat we kunnen zien, we zien hier en daar wat water opspuiten. Parasolletje. Maar ik denk dan wat we hier zien, deze glijbaantoren, dat heel dat verdiep, daar zie ik geen beweging meer. En ik denk ook dat ze dat misschien gewoon zo laten staan. En dat ze maar nieuwe glijbanen zijn gaan bouwen. Daar zit iemand op. Wat? Daar staat iemand. Ah ja, er staat iemand, inderdaad. Allee jong, inderdaad, er staat daar iemand in zijn blauw bovenlijf. Klaar om de glijbaan te doen. Ha! Oké dan. Nu zie ik hem niet meer. Maar je hebt niet. Ja, ik heb het ook gezien. Wat? Dat is het meest rare dat ik ooit gezien heb. Wat een vreemde constructie. Het zal sowieso oud zijn, hè. En ik denk dat ze misschien gewoon om de duur uit schaamte het maar laten begroeien hebben. Omdat je dan niet meer de verschrikkelijke betonstructuur en ja, misschien wel aftandse lelijke stellingen ziet die aan het verroesten zijn. Want als je goed kijkt, zie je er tussendoor echt heel veel roestplekken en ja, eigenlijk niet meer zo gezond beton. Want het is ook gevaarlijk. Gevaarlijk, ja. En dan maar laten begroeien, waardoor dat het beton en alles wat daaronder zit nog zwaarder belast wordt. Ja, als je zo kijkt, zie je gewoon, kijk hier bijvoorbeeld. Hè? Hier zie je dus echt wel stukken, ja, het is niet meer in goede conditie. Hè? En dat er dan nog mensen op worden gelaten. Je hebt waterparken, pretparken, themaparken, die laten dat inderdaad ook soms zo uitschijnen alsof dat vervallen is. Maar dat is meestal niet echt vervallen. Dat is dan echt, dat zijn in die gevallen is dat dan gewoon heel sterk beton. Maar dat ze dan een soort van ja, iets tegen doen, hè, waardoor dat dan lijkt alsof het nep, dat het slecht conditie is, of dat een tempeltje is of groen. Maar in dit geval is het dus echt wel zo. Ja. Pijnlijk. Ja. Ik zou er in ieder geval niet af durven. Ik zou het wel doen. Maar ik zou er geen gerust hart op hebben om die glijbanen zo. Ja, niet. Het ziet er niet. De kop, hè? Of gaan we de voorkant nog zien? Ik weet niet waar we naartoe. Terug naar het hotel? Terug naar het hotel. Is goed. Ja, we zeggen, jij mag kiezen, hè? Jij mag kiezen. Het is jouw verjaardag. Wat wil je? Terug naar het hotel. Terug naar het hotel, dan maar. Zeg op je gemak, Jules. We zijn nu aan het strand, hè? Daar is iemand aan het strand hier muziek aan het spelen. Gezellige muziek. Een bedje, een drankje erbij gehad aan onze beachbar. En kijk eens hier. Toch wat bootjes op het water, precies. Kijk eens, mijn twee lieve schatten zitten hier recht tegenover naast elkaar hier. Recht tegenover mij. Het is donker geworden. Dit ziet er echt wel heel mooi uit hoor. Zo'n mooie avond. Jules is ook braaf. Zo lekker weer nog ook, hè? En hoe voelt het nu om zo 33 te zijn?
En zo'n beetje af te lopen, hè? Ik voel mij gewoon maar eenmaal eigenlijk niet uit 33, maar gewoon nog 23 of zo. Dat is waar, maar je ziet er ook niet zo oud uit, hoor, eigenlijk. Dank je wel. Ja, dat is waar. Echt waar. Als ze zouden zeggen dat Jolien, laat ons zeggen, 25 zou worden, dan zou ik nog geloven. Ja? Ja, ja. Ik zou er nog mee weg zijn. Zet eens hieronder in de reacties, ja, natuurlijk happy birthday voor Jolien, maar ook hoe oud dat jij haar schat. Allee, als je niet zou weten dat ze 33 is natuurlijk. Hè. Hoe oud vind jij dat Jolien er lijkt? Zijn, hè? En waag het niet om ouder dan 33 onder in de comments te zetten. Als je vindt ouder, dan onthoud je je maar. Hè. Hey Jules, wat denk jij dat mama is? Als je dat vraagt aan kinderen, dan antwoorden ze altijd iets heel komisch, vind ik. Ja. 50 of 60. Een beetje muziek maken. Ja. De Jules is nog wakker, hoor. Hij is aan het kijken naar de palmboom. Ja. Het zijn er veel, hè. Veel. Tegen dat hij ze allemaal geteld heeft. Ja. Zou het er meer dan 33 zijn? Denk het wel. Denk het ook, hè. Dan zou het er eentje zijn anders voor ieder jaar. Ja. En de andere die er nog staan, zijn allemaal voor de jaren die nog gaan komen. Ja. Ik denk dat er ook nog meer dan de helft zijn nog. Denk minstens. Het ook. Het zou anders maar rap gedaan zijn, hè. Zeg, ik hoop het. Wat de? Dat er nog voor alle jaren die nog gaan komen gaan. Ik wil ook wel heel erg oud worden, hoor. Dat je nog ouder gaat worden dan 66, bedoel ja. je? Dat mag ik toch wel hopen. Hè? Minstens nog een keer 33 daarbij, hè. Maar ik weet dat niet. Op een bepaald moment heb je zoiets van, goh ja, nu is het genoeg geweest, denk ik. Ik weet niet. Ik ben vandaag jarig, hè. Jij zit hier over de dood bezig. Ja, maar goed, we hebben een koffie en theehuisje. Ik heb al een paar keer met bepaalde leeftijdscategorieën gesproken. Ook mensen die, ja, die toch al in de 80, 90 zelfs zijn. Mm. En vaak komen die oudere mensen er niet, alleen er gewoon openlijk vooruit van, ja, eigenlijk is het goed geweest, ik heb een mooi leven gehad. Ik vind dat dan ook wel weer mooi. Wacht, zo van, we gaan eerst trouwens nog snel mensen, een appelsteetje halen. Ja, dat is goed, dat is goed. Dat die mensen gewoon zo kunnen zeggen van, ah, maar ja, kijk, als ik nu morgen doodval, dan heb ik eigenlijk, dan heb ik, ik weet van niet beter, allee, dan heb ik eigenlijk gewoon een goed leven gehad. Ja. Ik vind dat wel mooi. Toen, ja. Allee, toen als dat zeiden, is zo'n hele wereld voor mij opengegaan van, ah ja, ja, eigenlijk kun je ook gewoon blij zijn dat je 80 bent geworden en dan zo. Je moet je eens afvragen of je ooit als kind kon bedenken dat je op de leeftijd van wat je nu bent, stond en dacht zoals je nu denkt, vind ik heel bijzonder. Ik dacht daar vroeger als kind nooit zo over na, dat ik op 33-jarige leeftijd zo in het leven zou staan. En over bepaalde dingen zou denken. En ik moet wel zeggen, ik ben wel heel erg eigenlijk trots op mezelf. Ja, ik denk zelf dat je niet zo ver in de tijd moet teruggaan om erachter te komen dat je een andere visie had. Allee, ik toch. Goh, ik als puber. Goh, ik heb zelf letterlijk gezegd, ik heb meermaals, dat ik nooit kinderen zou willen. Ja. Bijvoorbeeld. Of toen mijn ouders, mijn mama die had een horecazaak. En ik heb altijd gezworen dat ik zelf nooit iets in de horeca zou doen. Ja. En een koffie en theehuisje. Veel. Dus, be careful what you wish for, denk ik dan waar. Altijd. Ja. Ja, het is... Vooral je bent wel heel gelukkig, denk ik. Maar ja, natuurlijk. Ik vind het zo een verjaardag of iets bepaald. Dus zo vaak heb ik zo'n momentje dat je even kan terugdenken van waar dat je er staat of waar je gelukkig bent. En ik moet zeggen, ik ben echt oprecht gelukkig. Ja. Ik ben echt gelukkig ook met jullie. Maar het is ook zo, compleet. Hè. Allee, ik wil daar niet aan ozel over doen, maar hoe ouder je wordt, hoe meer verleden dat je hebt. Allee, of hoe meer herinneringen. Ja. Dus ieder jaar komt er weer een jaar herinneringen bij. Dat is ook waar. Je hebt zoveel weer om terug te kijken. Kijk, het is hier druk hier in een Pussycafé. Ja, we hebben hier een Catscafé. Gezellig, precies. Het zijn precies standbeelden. Hallo. Hallo. Is hij in slaap gevallen? Ja. Hij droomt al over zijn leven later. Denk ik. Ja, dus hij heeft nog niet veel dingen om op terug te vallen. Hè. Maar toch. Voor hem is momenteel de toekomst het grootste wat er voor hem is. Hè. Ja, dat is wel waar. Maar ik denk wel, als 10 maanden oude baby, dat hij zeker wel niet echt te klagen heeft over de dingen die hem allemaal al maar nee, maar gedaan dat, en maar bezocht heeft in zijn leven. Dat bedoel ik ook helemaal niet. Ik wil ook totaal niet zeggen dat wij nu meer geschiedenis dan toekomst hebben. Nee. Maar het is gewoon een feit. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je... Ja, hoe meer jaren ervaring, hoe meer jaren dat je op terug kan kijken, hoe vaker dat je ook kan denken van... Allee, ja. Soms ben je verkeerd, hè, in het leven en je moet dat ook durven
ja, durven een andere koers nemen wanneer dat je denkt dat nodig is. Vroeger had ik zoiets van, oh, ik ga nooit naar Azië op vakantie bijvoorbeeld, hè, want dat, dat is alleen maar rijst. Alleen maar rijst. En dat is heel ver weg. Dat is heel ver weg. Ja, maar goed, Amerika had ik daar wel een droom voor. En Azië, god, dat zou ik nooit bezocht hebben. Maar kijk, ik ben er ook al geweest en ik heb mijn horizon verbreed en ben er rijker van geworden eigenlijk. Ja. Allee, goed. Gedaan met de levenslessen, denk ik dan. We zijn op vakantie, hè. Ik heb een hele fijne dag gehad. Ja. Dankjewel, mijn twee mannen. We gaan afsluiten hier bij een theetje. Ja. En dan in ons bedje kruipen. Jules zijn bedje steken. Het gaat niet moeilijk zijn, hè. En Kelly gaat gewoon lekker verder blijven slapen. En we gaan toch zijn pyjama aantrekken en zo, het beste. Goed slaap, dank je. Morgen zijn we weer voor een nieuwe video. De onjaardag van Jolien. En ook van mij. En ook van Jules. Hey, dus drie keer feest. Ja, drie keer feest. Drie keer een onjaardag. Tot morgen. Ciao.